Een hele goede morgen op deze dag voor Hemelvaart gaan we het hebben over zaken doen in België. Wat komt er nou allemaal bij kijken en wat hebben we overal nou rekening mee te houden? Ja, we gaan hem zo dadelijk inleiden, onze spreker uit België. Nou ja, we hebben gisteravond of gistermiddag met elkaar gerepeteerd. Het was al even het grapje van, ik heb getwijfeld over België. Nou, ik heb beloofd dat ik hem daar dadelijk mee ga aankondigen, onze spreker uit België. Maar eerst ga ik even onze organiserende partijen aan u voorstellen. Dat is de Rabobank. Ik ben Drentse ondernemer, Kennisport Regio Zwolle. OSNL Go for Export, de Export Club Noord en de Koninklijke Metaalunie heten u van harte welkom bij dit derde internationale webinar alweer. Er komt nog een vierde en die is volgende week woensdag ook om 11 uur. En dan gaan we het hebben over het Verenigd Koninkrijk. Maar dat is pas volgende week. Eerst gaan we kijken naar België. Ja, en hoe gaan we dat dan doen? We hebben een agenda voor u opgesteld voor dit webinar. Wat komt er allemaal aan de orde? Waarom België? Dat zal het eerste onderwerp zijn wat wij bespreken. En dat doen we vervolgens. Gaan we door met wat is eigenlijk Nederland in Business? Een organisatie die helemaal gaat over het ecosysteem waar je rekening mee kunt houden of waar je een beroep op kunt doen. En daar zal Lize Hoordijk ons helemaal door meenemen. Wie kan je dan uiteindelijk helpen om zaken te doen in België? Ja, en dan gaan we echt niet langer twijfelen over België, maar we gaan naar onze spreker die vanuit België spreekt. Erik Schroeven, hij is sinds een aantal weken directeur van de Nederlandse Kamer van Koophandel in België en Luxemburg. En hij gaat u vervolgens helemaal meenemen door wat het nou allemaal is, zaken doen in België. Hoe staat de economie ervoor? Met welke cultuuraspecten hebben we rekening te houden? En hoe werkt dat nou eigenlijk? Waar letten de Belgen op? En waar moeten wij dus op letten? Dat komt allemaal aan de orde. Nou, waar kunt u nu allemaal gebruik van maken in dit webinar? U kunt chatten, daar kunt u onderling contact leggen of u kunt met ons een contact leggen. En dat doet bijvoorbeeld al Theo Andela en die vraagt, krijgen we de slides ook toegestuurd? Nou, het is zo dat wij deze presentatie, dit webinar online zullen aanbieden na afloop. En daar zitten alle slides uiteraard in beschikbaar. En dus ook de contactgegevens van de verschillende sprekers. De chat dus om onderling contact te leggen. En heeft u nu een vraag, doe dat dan via de kop vragen. Want daar houden wij alles in de gaten. En ik heb met sprekers afgesproken dat ik hun mag interroperen. En dus de vragen direct aan hun voor mag leggen. Of ik parkeer ze even, omdat ik weet dat het later nog aan de orde komt. Nou, dat even vooraf aan huishoudelijke mededelingen. Wij hebben er ongelooflijk veel zin in. Mijn naam is Twan Straatman en ik ga u modereren in dit webinar. En de eerste spreker die ik op het podium ga halen is Lize Hoordijk. Lize is van Nederland in Business en zij gaat zichzelf aan u voorstellen. Lize, ben je daar? Ja, hi Twan. Goedemorgen. Nou, de klokken staan achter je goed afgesteld. Het is 11:05 en we gaan nu echt beginnen met dit webinar. Ja, zaken doen in België. Jij hebt er veel mee van doen, want jij bent van Nederland in Business. Vertel eens, wat houdt die organisatie in? NL in Business helpt meer Nederlandse ondernemers om het makkelijker te maken om meer zaken te doen in België in dit geval. Dat doen we over de hele wereld, maar in dit geval België. En we hebben NL Business Hubs over de wereld die Nederlandse bedrijven helpen om makkelijk zaken te doen. Dus zodoende helpen wij de Nederlandse ondernemers, zowel online als offline, om beter zaken te doen. Exact, en daar zijn we nu natuurlijk altijd wel mee bezig. Maar ook in deze coronatijd zoeken we naar nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. Waarom België? Wat is er in België allemaal te beleven voor ons als ondernemers? Voor ons als ondernemers is er veel te beleven in België. België is de tweede exportmarkt van Nederland. En ongeveer 50 miljard aan goederen exporteren we elk jaar naar België. We hebben een hele belangrijke handelsrelatie met België van ongeveer 90 miljard euro. En er zijn echt heel veel Nederlandse bedrijven actief in België.
Als je kijkt, 42.000 Nederlandse bedrijven exporteren naar België. En dat is meer dan dat er naar Duitsland geëxporteerd wordt door Nederlandse bedrijven. Dus er zit echt heel veel potentie. En er zitten veel kansen voor het Nederlands bedrijfsleven. Als we kijken naar de bedrijven die exporteren, die 42.000, zijn dat voornamelijk bedrijven die starten. Dus die actief zijn, die eerst kijken naar een België en vervolgens naar andere landen in de wereld. Exact, en dus veel kansen in België. Ja. Het stond net ook op je slide, we spreken diezelfde taal, althans in een heel groot deel. Ja, toch is het handig als je gebruik kan maken van wat dan heet dat ecosysteem. Nou, daar vervullen jullie een belangrijke rol in. Kan je ons wat meer vertellen over dat publiek-private ecosysteem zoals we dat kennen voor internationaal ondernemen? Ja, dus vanuit de overheid zijn er twee takken. Dus je hebt voor het bedrijfsleven is NL in Business in het leven geroepen die de Nederlandse bedrijven verder helpt. En aan de publieke kant, dus vanuit de overheid, is Trade and Innovate de partij die de Nederlandse bedrijven verder helpt. En daaronder, onder deze twee publieke, dus vanuit het bedrijfsleven en vanuit de overheid, zitten heel veel partijen. Dus als je kijkt naar vanuit het bedrijfsleven, zijn daar voornamelijk ook de brancheorganisaties aangesloten, de banken, private dienstverleners, die de bedrijven helpen om internationaal actief te zijn. En aan de andere kant heb je het publieke netwerk, waar de regionale ontwikkelingsmaatschappijen onder vallen, zo ook in dit geval OostNL en de RVO, om de Nederlandse bedrijven hier ook in Nederland te helpen. Dus het is een punt vanuit de overheid en vanuit het bedrijfsleven bundelen we samen de krachten om het nog makkelijker te maken om internationaal actief te zijn voor bedrijven. Exact, en dat betekent dat jullie als Nederland in Business internationaal een regiefunctie vervullen. Als je dan specifiek kijkt naar wat jullie voor de ondernemers uit Nederland in België kunnen betekenen, wat zijn dat dan voor dingen? Ja, dus we kijken heel erg, we helpen Nederlandse bedrijven echt in België als het gaat om hoe ga je de Belgische markt op? En we werken daarbij samen onder andere met de NKVK, de Nederlandse Kamer van Koophandel in België en Luxemburg. Erik, en hij helpt de Nederlandse bedrijven om echt voet aan de grond te krijgen in België. En je merkt dat voor de coronaperiode konden we makkelijk met een handelsmissie mee, of we namen stapten in de auto en gingen naar een beurs om zaken te doen. En daar ontmoeten we onze contacten. En vervolgens is het oké, hoe gaan we nu verder met de contacten die we gelegd hebben? Hoe gaan we ook daadwerkelijk zaken doen in België? En als je een bedrijf wil starten, hoe doe je dat dan precies? Hoe vind je personeel? Waar moet je rekening mee houden? En daar zijn dus de hubs, en in dit geval België, de NKVK in België, om de bedrijven ook daadwerkelijk zacht te laten landen in het land. Exact, die zachte landing, daar draaide het dan uiteindelijk om. Nou, jullie doen dat niet alleen voor België als Nederland in Business, jullie doen dat wereldwijd. Daar hebben we ook even een slide van waar je wel even snel doorheen wil, maar toch even goed om te laten zien waar jullie wereldwijd allemaal actief zijn. Ja, dus we zijn actief in 40 landen wereldwijd. En dat noemen wij Cities of Opportunity. Omdat we zien dat als je de stad ingaat, of als je het land betreedt, dan land je vaak in de stad. Dus vanuit de stad ga je uiteindelijk het achterland in. Dus we hebben 40 Cities of Opportunity wereldwijd. En op dit moment hebben we er 15 in de wereld waar we actief mensen hebben. Zoals als Erik, die de Nederlandse ondernemer verder helpt. En dat is vanuit in China, Azië, maar ook in Latijns-Amerika. We hebben recent een hub geopend in San Francisco. Dus zodoende maken we dat wereldwijde netwerk steeds groter en willen we het nog makkelijker maken voor de ondernemer om internationaal zaken te doen. Ja, zo'n hub is dus eigenlijk een soort verzamelplek waar alle partijen samenkomen. Als we dan weer terugzoomen naar België specifiek, wie kan ons dan helpen bij zaken doen in België? Nee, er zijn veel partijen, en dat is heel mooi, er zijn veel partijen die ons kunnen helpen met zaken doen in België. Als je kijkt, ook dit webinar wordt georganiseerd door een heel aantal partijen die de Nederlandse ondernemer verder kunnen helpen in België. Daarnaast hebben we ook private dienstverleners die verder kunnen helpen. De banken,
Maar ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de RVO en het consulaat, of tenminste de ambassade en het consulaat in Antwerpen kunnen jullie verder helpen om daadwerkelijk de volgende stap te zetten in België. Exact. Nou zijn we ondernemers met z'n allen, zoals we nu met 41 ondernemers naar dit webinar kijken. Dan is natuurlijk altijd, ja maar concreet, wat kan je nou concreet voor ons betekenen? Laten we eerst eens even inzoomen op die ambassade, dat consulaat-generaal en de RVO. Wat kunnen die voor ons als ondernemers betekenen? Zij kunnen jullie kunnen ons helpen echt met advies op maat. En dan gaat het meer over wat zijn je eerste handelsvragen over de markt in België. Ze doen een zakenpartnerscan, ze organiseren de handelsmissies en ook beurzen waar vaak de Holland branding prominent genoemd wordt. En ze definiëren de marktkansen. En als je dus zodoende helpt de RVO en het ambassadenetwerk om de Nederlandse ondernemer verder te helpen. Exact. En daar zit dus de regisseur NL Business overheen. Laten we daarmee afsluiten. Jouw bijdrage in ieder geval qua slides aan dit webinar. Maak het eens concreet. Wat kunnen jullie als NL Business voor ons doen? Wat wij concreet voor jullie kunnen doen is een sterk netwerk bieden, in dit geval in België. Dus met Erik, maar ook daar zijn Nederlandse ondernemers aangesloten die al zaken doen in België. Dus waar je mee kan sparren over problemen waar je tegenaan loopt of dingen die je vooral niet moet doen. Zij helpen je ook met juridische dienstverlening, maar als je op zoek bent naar personeel, kunnen zij je er ook bij helpen. Concreet in België is het tendersysteem soms wat complex, maar ook de regelwet en regelgeving niet altijd duidelijk. Dus zij zijn de handen en voeten daar en kunnen je daar verder helpen om het makkelijker te maken om zaken te doen. Zij kennen de zwepen van het vak en weten gewoon waar je moet zijn in België. Zij weten waar je moet zijn in België en ondanks dat het een klein land is, is het wel een belangrijk land. Samenvattend, een land met heel veel kansen en mogelijkheden voor ons als ondernemers, althans met een internationale ambitie. En jullie als NL Business kunnen, om het zo mooi te formuleren, die zachte landing mogelijk maken. En contactgegevens die zijn in beeld geweest, maar die komen dadelijk nog een keer in beeld. Kunnen we gewoon contact opnemen via de website van NL Business of moet daar nog iets speciaals voor gebeuren? Nee, je kan gewoon naar www.nl1business.com en daar kan je je vragen stellen. En anders kan je mij direct benaderen. En we willen je zeker helpen om zaken te doen in België, maar over de hele wereld. We hebben het netwerk en helpen iedereen graag verder. Jullie hebben letterlijk de klokken gelijk staan. Mooi in beeld gebracht achter jou. Dank Lize voor jouw inleiding. En je hebt hem al een paar keer genoemd. Erik, de naam Erik. Dat gaat natuurlijk over Erik Schroeven. Hij is directeur van de Nederlandse Kamer van Koophandel in België en Luxemburg. Ja, en jij noemt het al, Lize. Er zitten een hoop kansen en mogelijkheden in België. Ja, en gisteravond of gistermiddag hebben we met elkaar gerepeteerd. En toen was het de uitdaging, gaat hij me inleiden met het lied? Nou, ik heb mijn belofte gedaan, dus ik heb getwijfeld over België, want dat taaltje is zo zacht. Ben je ook zacht, Erik? Natuurlijk, Twan. Kijk eens, wat een heerlijk. Ik ben niet met zo'n mooie zachte G als jullie, maar toch, we doen het best. Prachtige, prachtige Belgische tongval. Dat is ook een beetje om de sfeer in dit webinar neer te zetten. Een serieus onderwerp, maar wel met een lach en met heel veel positiviteit. We willen met jou in gaan zoomen op hoe werkt het nou in België? Welke cultuuraspecten moeten we rekening mee houden? Wat vinden die Belgen wel leuk, niet leuk? Hoe is de economische situatie? Politiek weten we het. Hè? Het is een uitdaging. Daar gaan we met jou allemaal op inzoomen. En ik daag alle kijkers van dit webinar uit om veel vragen te stellen. Ik heb nog geen vragen binnen zien komen, anders dan de vraag van Theo over de slides. Nou, die is beantwoord. Het webinar komt zo dadelijk online beschikbaar en kunt u alles rustig
nakijken. U krijgt er ook een link van toegezonden, dus dat komt helemaal goed. Maar Erik, naar jou. Sinds 6 weken ben je directeur van de Nederlandse Kamer van Koophandel. Vertel eens even iets korts over jezelf. Ja, ik heb in mijn leven al heel wat watertjes doorzwommen, zoals we zeggen. Ik ben, de belangrijkste stap in mijn carrière zijn eigenlijk, ik ben jaren werkgesteld geweest als algemeen directeur van het champagnemerk Laurent Perrier in Parijs, in Frankrijk. Dat heb ik alle Franse deelgebieden ook gedaan, le domaine outre-mer, zoals men mooi zegt in het Frans. En ik ben dan, nadien ben ik een textielavontuurtje ingestapt samen met een hele groep Nederlanders van boven de rivieren. En hebben wij dus een distributienetwerk uitgezet in België, Luxemburg en Frankrijk voor onze Nederlandse vrienden. Met succes toch wel. Vandaar dat ik ook een beetje de cultuur en de aanvoel wat een Nederlander wil en wat een Belg wil, wat een Vlaming wil, wat een Waal wil, wat een Fransman wil. Exact. Je zit daar letterlijk als een vis in het water. Je bent al genoemd, hè, als partij, hè, die Kamer van Koophandel, om met die term de zachte landing. Nou, we gaan het met jou hebben over een aantal dingen. De Nederlandse Kamer van Koophandel, even kort van wie jullie zijn en wat jullie doen. En vervolgens gaan we in op de Belgische economie, de economische kansen die er in België liggen. Maar ook de zakelijke cultuurverschillen. En natuurlijk krijgt u allen tips en tricks, hè, op het mooi Belgisch gezegd, over zaken doen in België. Nogmaals, ik daag u als kijker uit. Schroom niet om uw vragen te stellen. Zeker in dit verhaal. Mocht u nog vragen hebben voor het verhaal van Lize, dan kom ik daar op het einde van dit webinar zeker nog even op terug. Dus maak die kenbaar. Dat kunt u doen via de kop vragen die u bovenaan aan uw scherm treft. Maar eerst nu, Erik Schroeven, Nederlandse Kamer van Koophandel in België en Luxemburg. Neem ons mee, wat doen jullie als Kamer van Koophandel? Wel, eigenlijk de pitch, zoals ik het zeg, is eigenlijk dat wij willen Nederlandse bedrijven een algemeen en een onafhankelijk aanspreekpunt geven om zaken te doen in België. Het is eigenlijk een uitnodiging. Je hoeft niet meer te twijfelen over België, je moet gewoon naar België komen. Want je hebt hier een aanspreekpunt. De aanspreekpunt vertaalt zich in een competentie- en een contactcentrum. Dat wil zeggen dat wij jullie meenemen in de competentieverbetering en dat jullie ook in ons netwerk, zoals in het netwerk van NL in Business, samen kunnen gaan contacten. Verder zijn we ook een vertegenwoordiger van het verenigingsleven, het bedrijfsleven, politiek beleid, regionaal, lokaal, eigenlijk van de ganse samenleving. En zoals jullie premier Rutte het vaak zegt, we willen samen met andere relevante organisaties in Nederland en België de Nederlandse belangen gaan behartigen en het Nederlands bedrijfsleven ondersteunen, zowel in België als in Nederland. Dat is eigenlijk kort samengevat. Dat is onze pitch. En we doen dat niet zomaar alleen, Twan. We doen dat niet alleen, want het zou nogal moeilijk zijn, denk ik, voor een organisatie als het NKVK alleen jullie Nederlandse bedrijven hier te ontvangen, te begeleiden, die zachte landing te laten hebben. We hebben daarvoor, zoals ook Lize het al gezegd had, al onze instanties, Nederlandse instanties, Belgische, Vlaamse, Waalse, Brusselse. We hebben heel wat instanties in België, zoals jullie wel weten. Dus wij steunen daar ook op de Nederlandse ambassade in Brussel, waar we heel goede relaties mee onderhouden. Het consulaat-generaal in Antwerpen, NL in Business als onze vaste hubpartner, om het zo te noemen. We hebben ook een over 2 steden gespreid Dutch Network, onder leiding van een Nederlander. We hebben aan de kant van de Limburgers hebben we grenzeloos ondernemen. We hebben daarnaast ook Flanders Investment and Trade, die dus voor het ganse Vlaamse gedeelte ons helpt voor de integratie te doen. We hebben AWEX voor het Waals gedeelte. We hebben de Benelux Unie. En last but not least hebben we ook Connect. Dat is dan eigenlijk een wereldwijde verbinding tussen alle mogelijke kamers van koophandel, waar je opportuniteiten kan posten, waar je kan met mensen kennis maken. En ook dat deeltje modereren wij als het ware vanuit onze NKVK van België. En niet onbelangrijk om te weten, het is niet alleen Erik die het doet. Ik steun daarbij op een team van mensen die zich bevinden in de hoofdstad van Europa, die ook verbonden zijn aan de Brusselse Kamer van Koophandel, om het nog helemaal Belgisch te maken. En dat team ondersteunt ons op marketingvlak, administratief vlak, juridisch vlak enzovoort.
Een groot team wat voor jullie aan het werk is, of eigenlijk wat voor de ondernemers aan het werk is. Een aantal websites die je al benoemt en een groot aantal organisaties. Als ik het goed begrijp, dan is het via jullie dat je die organisaties de weg naar die organisaties kunt vinden. Dat klopt, ja. Helemaal. En niet alleen de weg vinden naar die organisaties, maar ook de juiste personen. Want zoals elke organisatie, het is goed van de organisatie te kennen, maar dan kan je heel vaak er best wat tijd over doen om met de juiste persoon gematcht te worden. En ik herhaal het dagelijks hier in België ook, tegen Nederlandse bedrijfsleiders. Je bent eigenlijk met NKVK, heb je de juiste matching. Ons netwerk is dermate groot. Ik ben persoonlijk ook zeer erg goed geïntroduceerd over de hele Belgische markt. En ik kan jou heel makkelijk matchen met de persoon die jij echt wil ontmoeten. Oftewel, een hoop organisaties die in België of internationaal voor ons als ondernemers klaarstaan, die willen helpen. En Lise noemde het al, het is eigenlijk, en jij zei het zelf ook in jouw inleiding, het is niet meer de vraag of, het is gewoon komen. Pak die kansen die er liggen. Laten we dan eens inzoomen op die economie van België. En jij kunt ons daar zeker meer over vertellen. Hoe staat die economie ervoor? En kun je daarmee ook de kansen die er dan liggen wat beter voor ons duiden? Wel ja, zoals Lise het al zei, de handelsrelatie tussen Nederland en België gaat al jaren terug. En is niet onbelangrijk. Hè? Dus wij zijn nog altijd de tweede exportmarkt voor Nederland. We hebben die gezamenlijke handel van 94 miljard is het, ja. Waar dat we eigenlijk kief zitten. De 50 miljard van Nederland naar België, 44 miljard in de omgekeerde richting. Dus laat ons zeggen dat we het ongeveer goed in evenwicht hebben. Zeker als we kijken naar de grootte van het land en de populatie. En Nederland is natuurlijk ook de belangrijkste importmarkt voor België en de derde exportmarkt na Duitsland en Frankrijk. En ik maak heel vaak ook op economisch vlak een beetje de vergelijking met wat er gebeurd is in de naoorlogse periode, het ontstaan van de Europese gemeenschap van kolen en staal. Daar stond België, Nederland en Luxemburg ook van aan de basis, samen met Duitsland en Frankrijk. En het was in Frankrijk president Macron die sprak over à la guerre comme à la guerre toen corona uitbrak. En eigenlijk is de post Tweede Wereldoorlogperiode ook, hebben wij als Benelux echt de handen in de mouwen gestoken en gezorgd dat die EGKS ontstond, die de voorloper was van de EEG. En ik denk dat we nu terug, na deze coronacrisis, de handen in elkaar moeten slaan, de mouwen opstropen en zeggen van, laat ons het samen doen, want samen kunnen we veel meer doen dan apart. Exact, en dan komt die term samen weer. Ja. Als we dan kijken naar die handelsrelatie, die is op te splitsen in goederen en diensten. Mm-hmm. Daar heb je nog een slide van. Kun je dat nog wat toelichten? Ja, dus ook daar weer zien we dat zowel in goederen als in diensten we eigenlijk in de twee richtingen gelijkwaardig zijn. Dus dat we eigenlijk evenveel goederen kunnen delen met elkaar als diensten. En dat is niet onbelangrijk als we straks kijken naar de opportuniteiten die zich voordoen in België naar gelang van de regio's. Ga je ook zien dat je zowel op goederen kan inspelen als op diensten kan inspelen om die 49 of die 44 miljard te gaan verhogen. En ik denk dat we inderdaad, zoals in het webinar dat ik ook gevolgd had in Duitsland, we hoeven niet ver te kijken om het goud te zien liggen. Als we gewoon onder elkaar kijken en we zien het goud liggen in elkanders land, dan denk ik dat we allebei of alle drie veel beter gaan van worden. Exact. Maar dat was ook wat in het webinar over Duitsland benoemd mm-hmm. werd. Van de kansen liggen in het achterland. Nou, in dit geval in het onderland. Als je van boven naar beneden redeneert. Ja. Maar goed, kijk, we weten allemaal in de grappen en in de grollen. Zetten we Belgen neer als dat zachte taaltje. En kunnen ze de kop van Jut nog wel eens zijn? We denken vaak dat we België heel goed kennen, maar we gaan hem opbouwen. In dit webinar gaan we eens even eerst wat kijken naar wat basisgegevens. Want
ja, qua omvang, het is heel klein, denken we, maar dat valt toch nog wel een beetje mee. Jij hebt wat basisgegevens voor ons klaarstaan. Ja, zoals je kan zien op de slides, 11,5 miljoen inwoners. Dat is best wel pittig op een oppervlakte van een 30.000 vierkante kilometer. Gemiddelde leeftijd is hetzelfde als in Nederland, dus wij zitten iets jonger. En onze voertaal, en daar gaat het in het zakendoek ook heel vaak over natuurlijk. Wij spreken Nederlands, maar leg dat maar eens uit aan het Frans, want dat is niet het Nederlands dat jullie spreken, dat is eigenlijk het Vlaams. En we spreken daarnaast ook Frans en Duits. En het is juist die voertaal die heel vaak terugkomt ook in het zakendoek met België, dat we gaan merken dat het niet zo evident is. Vlaams en Nederlands zijn niet hetzelfde. We kennen allemaal honderden voorbeelden van een woord dat in het Nederlands een heel andere betekenis heeft als in het Vlaams. Ja, daar gaan we niet op ingaan. Die kunnen we allemaal zo wel bedenken. Je kan het ook wel weten. Dus, daar moeten we wel rekening mee houden. Maar daar moet je rekening mee houden, ja. Exact. Die taal, dat is wel een dingetje. Ondanks dat we denken dat we diezelfde taal spreken. Het is toch meertalig. En de taal die op ons lijkt, is niet dezelfde. Dan gaan we kijken naar die kansen en mogelijkheden. Goederen en diensten had je net al als opsplitsing. Dan zag je het grootste deel natuurlijk komen vanuit die goederen en diensten. Mm-hmm. Als we dan daarop inzoomen en wat meer naar de branches gaan kijken, naar de thema's gaan kijken. Mm-hmm. Welke kansen liggen er dan daadwerkelijk voor het grijpen in België? Wel, ik ga hier in deze slide en in deze toelichting eigenlijk mij focussen op inderdaad gans België en algemene kansen. Ik heb mezelf ook een beetje voorgehouden aansluitend op een webinar met de Nederlandse ambassade in België. Komen we helemaal op het einde, komen we nog terug op kansen die vandaag, post-corona, er liggen. Dus ik zou hier eerst eventjes de economische kansen in het algemeen, die ook al voor de coronaperiode in België er lagen. Ja. En dan zou ik het eigenlijk willen situeren op ongeveer een vijftal centra, grotere regio's in België. Heel bekend bij de Nederlander is natuurlijk Antwerpen, omdat we daar eerst en vooral onze haven hebben, grote haven. We hebben heel wat thema's rond energie, chemie, ook een beetje greenfields. We zakken dan verder naar de provincie Oost-Vlaanderen met Gent, waar we een ongelooflijke concentratie zien aan start-ups en innovational hubs. Daar denken wij als NKVK dat we best kunnen een lijntje uitgooien richting Rotterdam, waar je toch ook wel heel wat start-ups hebt. En zoals Lies het daarnet al zei, in die, al die bedrijven, 42.000 bedrijven die zaken doen met België vandaag. En zij specifieerden dat het heel veel opstartende bedrijfjes zijn. Wel, laat ons die zachte landing van die start-ups maken in België, samen met andere creatieve start-ups in het Gentse, of in het Brusselse, of in de kant van Limburg. Ik denk dat we daar heel veel meerwaarde kunnen gaan creëren. Verder naast Gent gaan we dan naar het centrum van het land, het Brusselse gewest, waar we natuurlijk heel wat opportuniteiten hebben rond mobiliteit. We zitten daar natuurlijk ook met de Europese zetel, met het Europees Parlement. En ook heel wat dienstverleningen. Bancair zit daar ook op het bankenvlak. En natuurlijk, die staat niet op de slide bij. Mogen we ook niet vergeten dat we onze nationale luchthaven hebben. Dus komt vandaag ook heel veel in het nieuws, spijtig genoeg, met al onze problemen met Lufthansa, Brussels Airlines en de post-corona perikelen. Maar je mag niet vergeten dat we ook een heel uitgebreide, ten noorden van de luchthaven, uitgebreide cargoviel hebben. Dus alles wat cargo is en lucht en overstappen op wegtransporten is ook een belangrijke omgeving van Brussel. Dezelfde soort van logistieke hub hebben we ook in Luik, waar, zoals jullie wellicht weten, we onlangs Alibaba hebben verwelkomd vanuit China, waar dat heel wat randactiviteit ontstaat rond logistiek, ook innovatie. En in het hele blauwe gedeelte op het kaartje, het onderste gedeelte zijn de Wallonië, ik heb ze nu niet gespecificeerd, mag je als Nederlands bedrijf zeker niet vergeten dat er heel wat opportuniteiten zitten op vlak van ook van R&D, high-tech, aviation. Er zijn een heel aantal gebieden waar dat
toch wel zaken aan het ontstaan zijn. En dan ook, niet te vergeten, Brussel-Zuid, zijn de vlieghaven van Charleroi. En dan last but not least, kom ik terug aan de andere kant, aan de richting van de grens met Nederland, namelijk de regio Hasselt en Genk, waar ook heel veel dingen ontstaan rond innovatie, greenfields, heel veel rond de SDGs, Sustainable Development Goals, duurzaamheid, op de oude mijnsites waar we vroeger onze steenkool hadden. Dus ik denk wel dat er daar in de globaliteit, als je de tour van België doet, heel wat mogelijkheden liggen, economische kansen liggen voor ambitieuze en inventieve, innovatieve Nederlandse bedrijven. Exact, en dat is, daarmee zijn we het rondje hebben gemaakt door België heen. Eigenlijk op ieder thema, of in ieder geval veel thema's, liggen kansen. Jullie als handels- of Nederlandse Kamer van Koophandel in België kunnen ook, neem ik aan, specifieke informatie geven over wat dan echt de kansen zijn, waar de behoeften daadwerkelijk op deze thema's liggen. Klopt. Ja. Verder ook kom ik terug op mijn verhaal van de matching. Het is daar heel belangrijk om inderdaad de behoefteanalyse te doen langs beide zijdes. Ik pak een voorbeeld van een volledig geautomatiseerde aardappelbedrijf in het zuiden van West-Vlaanderen, waar ook heel wat technologie, kan ik me voorstellen, die reeds bestaat in Nederland, waar we kunnen gaan contacten gaan leggen, matchings gaan doen. Als de behoefte er is in dat bedrijf in België en er is een aanbod vanuit Nederland, kunnen wij als matchmaker daar perfect in tussen komen. De Belgen als matchmaker. En dat is wel een belangrijke, want het is enerzijds natuurlijk het kijken naar en pakken van de economische kansen zoals ze er liggen. En eigenlijk zeg jij, ja, ze liggen in iedere zone van België liggen ze wel. En dan zoomen we nu alleen nog in op het wat jij gekleurd hebt, het rode gedeelte. Maar dan is er ook nog dat blauwe deel, hè. Waar weliswaar misschien een wat grotere taalbarrière is. Maar goed, daar is ook een oplossing voor. Ja, dan zou je toch moeten gaan kijken van, oké, ik denk dat ik een economische kans wil pakken in België. Maar ja, dan komt het op zaken doen aan. En dan krijg je te maken met de zakencultuur. Bij Nederlanders, we zijn direct recht op ons doel af. Ik vermoed zomaar dat dat internationaal anders ligt, zeker ook in België. Jij gaat ons daar wat meer over vertellen. Die zakencultuur in België en Nederland. Die is anders, zoals je zegt. Anders, maar daarom niet moeilijker of onmogelijker. En heel veel van de dingen die ik in dit stuk van het webinar ga vertellen, zijn eigenlijk gestoeld op mijn persoonlijke ervaring. Ik heb daarnet al verteld dat ik zelf bijna 2 jaar in Houten, het zuiden van Utrecht, gewerkt heb. Over gans Nederland mij verplaatst heb voor het textielbedrijf, Nederlands textielbedrijf. Dus het is vanuit die ervaringen en ook de dingen die ik meegemaakt heb wanneer ik Nederlanders naar België heb gebracht. Dat was voor hen ook de eerste keer toen ze zaken gingen doen met Nederland, met België. En dus daarop is het een beetje gestoeld. Het is niet zomaar uit de mouw geschud. Het is echt practical en hands-on dat ik probeer in de presentatie die punten naar voren te brengen. Dus als we spreken over België, ik vond het wel een goeie dat we zeggen van, met de foto's van de schilderij van Magritte, een van onze ongelooflijk bekende surrealistische schilders in België. Ceci, c'est la Belgique. Ceci n'est pas une pipe. Waar dat wij als Belg heel vaak zeggen, we zijn realistisch. En waar dat we misschien soms door juist het feit dat we zo realistisch zijn, voor een Nederlander alleen als surrealistisch kunnen overkomen. En want zoals het bij de pijp is, ceci n'est pas une pipe, komt eigenlijk, voor degenen die het niet weten, komt eigenlijk verder van het idee van, het is een schilderij van een pijp. Dus als wij zeggen, in de volgende slide, hoe schetsen we België dan in die driekleur? De driekleur vond ik ook wel een leuk. Ik heb er even opzoekingswerk voor gedaan, want ik wist het zelf niet als Belg. Maar wat onze vlag symboliseert, en onze vlag symboliseert het hertogdom Brabant, dat gaat een beetje terug naar de Nederlandse tijden, en het zwart in onze vlag symboliseert, hou je vast, nederigheid en dienstbaarheid. Het gele staat voor rijkdom en autoriteit.
En het rode van onze vlag staat voor dapperheid en overwinning. Zoals jullie allemaal weten, we hebben rode duivels. Als we dan even naar een andere business gaan, zijn het voetbal. Dus dat komt voort ook vanuit onze vlag. De dapperheid en de overwinning. Vandaar dat onze rode duivels in een rode shirt spelen. Kijk. Dat is het eerste stuk dat je kan België gaan bekijken als een driekleur. Waar je toch eigenlijk drie elementen van een België vindt, waar je rekening moet mee houden als je zaken gaat doen met een Belg. Namelijk die woorden van nederigheid en dienstbaarheid, ik kom er straks nog op terug, rijkdom en autoriteit, en dapperheid en overwinning. Dat zit, ik geloof het alvast voor mezelf, en voor heel de economische omgeving rondom mij, het zit er echt wel in. Het zit erin. Drie kleuren zie ik voorbij komen in de vlag. Gaan we dieper erop in, dan komen er opeens een heleboel kleuren bij. Ja. Het wordt alsmaar gekker. Het is surrealisme soms. Ja, en dus dat als heeft dan... voordat je daarmee verder gaat, Erik, dat heeft misschien ook wel even te maken met een vraag van Stephanie van Hassel, die ik kort even aan de orde wil stellen. Mm-hmm. Is het, en ze maakt een vergelijking met het webinar over Duitsland, maar is het verstandig om je in België te richten op één regio? Of kan je het hele land direct pakken? Of moet je regio-specifiek te werk gaan? Ik zou denken of zeggen dat het te maken heeft met het soort van business dat je wenst te doen. Omdat er inderdaad heel specifieke regio's zijn die jou kunnen de voedingsbodem geven om een soort van try-out te doen. Dus als jouw eigen strategie is van liever het te doen in de proof of concept eerst uit te proberen, dan zou ik haar of hem eerder gaan begeleiden naar een regio waar de perfect match is, om dan gaan uit te dijnen als een olievlek naar de rest van het land. Mooi. Dat kan een goede strategie zijn om inderdaad eerst even proof of concept te doen in een bepaalde regio, waar dat bepaald product of die bepaalde dienst al een beetje voedingsbodem heeft. Helder, dus meer als proof of concept. Jullie kunnen daar in de matchmaking zijn. Dat Erdal is ook een antwoord direct op jouw vraag. Jij vraagt hoe je dichtbij een Nederlands modemerk in België kunt komen. Daar is die de Nederlandse Kamer van Koophandel voor die matchmaking. Dus om de juiste match te maken, zou ik zeggen, neem na afloop contact op met de Nederlandse Kamer van Koophandel. Nu, Erik, gaan we snel verder met jouw verhaal. Ik heb de vragen nu aan de orde laten komen, dus vervolg jouw verhaal over hoe schetsen we België. Ja, zoals je zei, de kleurtjes worden alsmaar complexer. Vandaar dat ik eventjes voor de mensen in het webinar weergeef dat België niet alleen België is. Het sluit wat aan bij de vraag van daarnet. Je kan inderdaad in regio's gaan werken. Wij hebben sinds de vierde staatshervorming hebben we in België 10 provincies. En een provincie in België is eigenlijk het bestuurlijk niveau tussen de gemeente en de regionale en nadien de federale overheden. Want je hebt dus telkens in België 3 à 4 beleidsniveaus. Waarom haal ik dat nu aan? Omdat het toch wel niet onbelangrijk is wanneer je zaken wil doen in België. Want dat maakt het zo'n beetje dat surrealisme, tegelijkertijd die complexiteit van de zaken. Omdat wij eigenlijk werken met allerlei verschillende tussenstapjes. En die stapjes zijn dan bijvoorbeeld zo dat we hebben het Vlaamse gewest. In het Vlaamse gewest heb je dan het bovenste deel van de kaart, heb je de 6 provincies in het noorden van het land, dat is het Vlaamse gewest. Je hebt dan het Brusselijk hoofdstedelijk gewest en het Waalse gewest. En elk van die gewesten zijn bevoegd voor onder andere de economie, energie, vervoer, buitenlandse handel, ruimtelijke ordening. En dat zijn specifiek allemaal zaken die als je economisch en zakelijk iets wil gaan realiseren in België, waar je toch wel aan de juiste deur moet gaan aankloppen. Want als je in de Vlaamse gewest wil zaken gaan doen, dan moet je je aan een andere regelgeving houden dan wanneer je wilt zaken doen in het Waalse gewest. En daar zijn een heleboel zaken waar wij jullie ook kunnen in begeleiden. Dat je bijvoorbeeld, om dan terug te komen op de vraag van daarnet, wanneer je een bepaalde business wil gaan doen en je wil je proof of concept doen, als je wil sneller scoren, als je wil een iets soepele wetgeving hebben, een regelgeving hebben, ruimtelijke ordening hebben, kunnen wij zeggen van,
misschien plaats je beter je start-up daar of daar. Ja, dus daar aan de ene kant is het een afweging, hè? Proof of concept. Hè? Sommige regio's zijn qua thema nadrukkelijker vertegenwoordigd dan andere. Maar je hebt ook te maken met het politieke bestel. Die maakt het ingewikkeld, die organisatie. Dat geeft ook de grote diversiteit weer. Ik wil ook een beetje de voortgaande inhouden en kijken, want we lopen al best door de tijd heen. Want uiteindelijk, we hebben met het politieke bestel te maken. Dat is het. Dat geeft de enorme verschillen aan in België. Als we dan kijken naar wat de Belgen nu dan zeggen over die Nederlanders. Hè? Dat vergelijk tussen Belgen over Nederlanders. Wat kun je daarover melden? Wel, in de globaliteit is de slide die zal getoond worden, is een studie van Insights. En dat merken we ook in de dagelijkse zaken doen over die grens heen. Dat een Belg in eerste instantie toch over Nederlanders, tegenover Nederlanders, de Belg meer gaat over power and distance. Dus iets afstandelijker is toch wel. Heel veel meer gaat over macht hebben. Het belangrijkste onderscheid is eigenlijk die uncertainty en avoidance. Een Belg over veel onzekerder overkomt en meer afstand gaat houden. En ook meer gericht is op long-term orientation. Dat wil zeggen dat ze een Belg veel meer denkt op langere termijn. En dat komt later in een van de opmerkingen over het verschil tussen de Belg en de Nederlander. Komt dat ook wel naar voren, dat ik uit eigen ervaring kan spreken. En dat je dat ook ziet in bepaalde business. Dat wij eerder op lange termijn denken, terwijl een Nederlander heel snel short-term denkt en iets onderneemt en zegt van we zullen wel zien dat het slecht afloopt, terwijl dat de Belg eerder gaat zeggen van ik ga toch nog even nadenken, ik ga nog even afwachten, ik ga nog even een studietje doen, ik ga nog eventjes alles bekijken en die zaken meer. En ook een leuke om te zien is dat we veel masculiner overkomen, dus veel mannelijker overkomen, zaken doen ook dan een Nederlander. Ja, want wat wil de Belg nou? De Belg wil kwaliteit. En kwaliteit mag geld kosten voor de Belg. Ik heb het voorbeeldje van de textielbusiness uit mijn eigen ervaring erbij genomen. Het ging over lingerie, waar ik over sprak, over textiel. Een lingerie setje, of de BH, kostte in Nederland op het moment dat ik met distributie begon, kostte €19,90, dacht ik, voor een BH'tje. En ik vroeg aan een Belgische winkelierster in lingeriezaak, dit setje, deze BH, wat zou dat voor jou mogen kosten? En die bekeek dat ding en die zei, kijk Erik, voor mij minimum €30. En wat is de bottom line om snel te gaan in het verhaal, is van als wij in België een BH op de markt zetten aan 1990 of 1995, gelooft geen enkele Belg dat dat een kwaliteitsvolle BH kan zijn. Dus we willen geld betalen omwille van de kwaliteit dat het product moet hebben. En ook dankzij die kwaliteit hebben we een service na verkoop. Wij worden gek als we niet het gevoel hebben dat we, als we €30 uitgegeven hebben, dat we dan nadien ook wel degelijk een service, after sales service, krijgen. Dus we zitten eigenlijk de hele tijd, als Belg zitten we in die tweespan tussen goedkoop en kwaliteit. Kan iets goedkoop, kwaliteitsvol zijn? Kan iets kwaliteitsvol werkelijk zo goedkoop worden gepositioneerd? Voor ons als Belg kan dat niet. Nee. En dat betekent hè, kwaliteit, hè, een goed gevoel voor die prijs-kwaliteit verhouding en ook in de aftersales daarbij. Dat maakt dat onze manier van zaken doen, de Nederlandse manier van zaken doen, nog wel eens zou kunnen leiden tot ergernissen. Jij hebt dat verwoord in een mooie slide waarin Nederland en België tegenover elkaar worden gezet. Ja. Glad, zo worden we wel eens genoemd als Nederlanders. De gladde handelslieden. Hè? Ja. De gladde handelslieden tegenover de serieuze zaken. En eigenlijk is dat een samenvatting van hetgeen erboven staat. In de zin van, ik heb zelf een distributieovereenkomst gehad. 5 jaar. Die niet op papier stond, kun je nagaan. Die stond niet op papier. Wij doen dat normaal in België niet. Wij hebben alles schriftelijk.
agentuursovereenkomsten naar Nederlands model gaat een Nederlandse agent, een Belgische agent, nooit tekenen. Jullie zijn een handelsland, jullie benaderen ons als handelsland. Wij zijn eerder een juridisch land. Het optimisme dat jullie hebben, zit bij ons meer in een realisme. Dat gladde handelslieden dingen, komt jullie optimisme, jullie gladde handelslieden gevoel, het springerig omgaan met het holder de bolder, het snel alles in plaats zetten, terwijl dat wij nogmaals het meer het voorbereidende, afwachtende, analytische. Bij jullie is het meer in het Vlaams, zeggen wij, rolt het niet, dan botst het. Een Belg gaat dat niet zo snel doen. Een Belg gaat eerder terughoudend zijn en zeggen van... En een Nederlander heeft ook in België heel vaak de naam van, die creëren hypes. En wij creëren dingen op lange termijn. Jullie creëren een hype en wij proberen dingen te doen die langer meegaan. Dat kwam in die grafiek van Insights ook naar voren. Exact. En wij moeten dus als Nederlanders, hè, als Nederlandse ondernemers, heel goed ons bewust zijn van ja, hoe we nou met die drie kleur om moeten gaan. Dat voordat we overgaan naar jouw laatste deel van jouw presentatie, we lopen iets uit de tijd. Ik hoop, kijkers, dat u ons dat vergeeft. We willen er veel aandacht aan besteden, maar we weten ook dat uw agenda duur is en dat u meer te doen heeft. Laten we toch snel kijken naar de tips en trucs over ja, hoe ga je dan met die drie kleuren om, hè? Die verschillen tussen dat zaken doen. Jij hebt al een aantal tips klaarstaan voor de ondernemers, voor de kijkers nu, over hoe je daar nou zo goed mogelijk mee om kan gaan. Gegeven de tijdslimiet, zou ik zeggen van, ik noem ze gewoon op. En ik stel voor dat je op het einde van het seminar duidelijk mijn coördinaten noteert. En dat je dan, als je er in detail wil over verder gaan, mag je gerust mij contacteren, geen enkel probleem. Het gaat in eerste instantie over een goede Belgische accountant aanstellen. Zoals we zeggen, de regelwetgeving, de juridische aspecten, fiscale aspecten, zijn zo verschillend met Nederland. Zijn zo verschillend van gewest naar gewest. Zowel nu in het coronatijdperk, met subsidies, met tussenkomsten, et cetera, is allemaal zo verschillend. Neem een Belgisch account. Hou rekening met cultuur van hiërarchie. In België bestaat hiërarchie, in Nederland bestaat die bijna niet. Hou er rekening mee. Houd ook rekening ermee dat wij in België verplicht zijn als ondernemer een bekwaamheidstoets te doen. Dat wil zeggen dat u, zelfs al bent u al 10 jaar ondernemer in Nederland, moet je een bekwaamheidstoets afleggen. Gebruik ook de informele momenten om een band op te bouwen. Vaak wordt in Nederland gedacht van België, dat zijn Bourgondiërs, die gaan heel graag eten en drinken. Nee, wij doen niet dat Bourgondische voor het eten en het drinken als we in zaken zitten. We doen dat om een band gaan op te bouwen. Omdat we niet zomaar holder de bolder met die gladde jongens. We willen echt even tot kern van de zaak doordringen. Tijdens een lunch, tijdens een borrel, op een informeel moment. En last but not least, onderzoek of dat consumenten nog andere behoeftes hebben. Daarom ook dat NKVK jullie daar kan behelpen, die behoefteanalyse heel gegrond te doen. Om te kijken dat er nog naast de dingen waar jullie mee afkomen, nog andere mogelijkheden zijn. Ja, oftewel, bereid je voor, wees je heel goed bewust in welke land en in welke cultuur je terecht gaat komen. En het is al een aantal keer genoemd, maar om een zo zacht mogelijke landing te realiseren, zijn dit een aantal belangrijkste tips. Maar de andere tip is natuurlijk, neem contact op met die Kamer van Koophandel en Nederland in Business. Contactgegevens komen ze dadelijk in beeld. We willen het zo graag weten. Als we nu kijken, waar zitten we nu als het gaat ook om de kansen van vandaag? Waar kunnen we op inspringen? Wel, zoals al gezegd, jullie gaan ook een overzicht krijgen van onze corona-update. Maar wat betekent dat vandaag? En dat is ook samen met de ambassadeur in Brussel reeds meermaals besproken, waar liggen die economische kansen nu, op dit moment, post-corona, is overduidelijk alles wat mobiliteit is. Nationaal, regionaal en lokaal. En dan spreek ik heel specifiek voor Brussel bijvoorbeeld over fiets en infrastructuur. Ik weet niet dat de ondernemers het al gevolgd hebben, maar de fietsinfrastructuur in Brussel bijvoorbeeld, om één voorbeeld aan te halen, is op dit moment een volle transformatie aan het ondergaan. En de fietsinfrastructuur knowledge, de kennis die jullie hebben,
jullie prachtige fietspaden, qua infrastructuur, qua fietsen op zich, al die zaken meer, daar zijn opportuniteiten bij de Vleet in België. Een tweede zaak is klassiek de corona-oplossingen. Wij zitten met, zoals in Nederland, met toerisme-opportuniteiten. Wanneer we gisteren op de televisie nog hoorden dat de Benelux toch overweegt om de grenzen tussen België, Nederland en Luxemburg opnieuw open te zetten. Er zijn heel wat opportuniteiten. Ik sprak al met mensen die in de bootindustrie zitten in Nederland. Binnenwateren, kleine sloepen, jachtjes, whatever, waar we onze vakantieperiode gaan kunnen doorbrengen. Ik denk dat daar opportuniteiten zijn. Evenals op alles wat te maken heeft met mobile homes en caravanning. Mobile homes en caravanning, je moet je een cijfer te geven, er zijn in België 18.000 mobile homes in privébezit. En er zijn er veel te weinig beschikbaar om te verhuren. Geef het gewoon maar mee als opportuniteit. In de gezondheidssector, de life sciences en health, zijn er heel wat opportuniteiten. Alles wat te maken heeft met duurzaamheid, blijkt uit alle dingen die er gebeuren tussen Nederland en België vandaag al. Circulaire economie. En dan natuurlijk, last but not least, digitalisering en artificial intelligence. Ik denk ook daar dat er heel wat mogelijkheden zijn om in de Benelux samen die economische kans te gaan grijpen. En wij, samen met NL in Business, willen jullie als ondernemers daar heel, heel graag begeleiden en een zachte landing laten maken. Kansen genoeg, mogelijkheden genoeg, een snelle inkijk natuurlijk in wat België behelst. Daar stelt Daan ook nog even een vraag over. Maar eerst wil ik even met jou kijken naar wat er nog meer op de planning staat in 2020. Jullie gaan ook als Nederlandse Kamer van Koophandel, bieden jullie ondernemers nog een aantal zaken aan. Onder andere ook nog een ander webinar. Ja. Dat is nog een webinar dat begeleid wordt vanuit NL in Business. Rond Maas Landscape. Dan hebben we ook nog met NKVK en Grenzeloos Limburg een regio safari. Dat is eigenlijk een proof of concept. Je wordt helemaal begeleid in die safari in een bepaalde regio. Je kan daar mensen ontmoeten. Je wordt al gematcht, geprematcht. Je ontmoet mensen. Accountants, bankaire mensen rond de banksector, ruimtelijke ordening, lokale entiteiten, etcetera. En je hebt heel wat activiteiten en webinars die er nog staan aan te komen in België dan, rond circulaire economie, de Dutch Network, enzovoort, enzovoort. Maar al die zaken kan je ook nog eens rustig nakijken op de verschillende websites van NL in Business en op de website van NKVK. Exact, en daar nodigen we u als kijker toe uit om hier op te kijken, het contact te leggen met of Lize en haar organisatie NO in Business, of natuurlijk met Erik en de Nederlandse Kamer van Koophandel in België en Luxemburg. Toch nog één vraag van Daan van Bokstel, en dat is de afsluitende vraag. Ja, we hebben het nu gehad over die cultuurverschillen en die zijn er. Is het verstandig om een Vlaming, een Belg, aan te nemen in je bedrijf om vanuit die persoon die markt te ontsluiten? Of zijn de verschillen niet dermate groot? Het is hoe dan ook verstandig van een Belg aan te werven als je iets doet in België. Zoals je een Belgisch accountant nodig hebt, zo heb je ook best een spok in je organisatie die Belg is. Juist omdat die de gevoeligheden beter kan vertalen, die vertaalslag gaan doen naar de rest van je Nederlandse organisatie, denk ik wel dat je dat nodig hebt. Want dit is een slide die me ontgaan is, die er normaal niet laat in de presentatie, waar ik ook zeg van kijk, als je inderdaad je bedrijf opzet in België, je hebt hier de mogelijkheid, oké, een Belgisch werknemer is niet goedkoop, maar het is een noestewerker, een Vlaming en Waal zijn noestewerkers. Ze zijn perfect 2, 3 of 4-talig. En ze werken lange uren. En ze hebben een heel goede opleiding gehad. Dus ons onderwijssysteem in België staat nog altijd in de top 5 in Europa. Dus ik denk wel dat je inderdaad, ondanks de cultuurverschillen die misschien niet zo groot zijn, maar ik zou toch aanraden, neem toch minstens 1 Belg in je team.
om de vertaalslag te maken naar Nederland. Al is het maar om zeker te weten dat je niet langer hoeft te twijfelen over België. Het taaltje blijft zacht, maar de kansen zijn waanzinnig groot. Dat hebben we u in dit webinar proberen mee te geven. Wij realiseren ons heel goed dat het de tijd te kort is om alles tot in detail te bespreken. We hebben u een in vogelvlucht mee willen nemen door de belangrijkste kenmerken, politieke situaties en economische kansen die er liggen. En we dagen u uit om die kansen ook daadwerkelijk te pakken. Ook realiseren ons dat we in tijd wat zijn uitgelopen. Dat is lastig met twee sprekers en publieksinteractie. Is drie kwartier krap. Maar we hebben het zo goed als we konden voor u gerealiseerd. We hopen dat u een interessant webinar heeft gehad. U heeft veel geluisterd, merkte ik aan de vragen en de activiteit in de chat. En dat is u goed recht. Alle informatie van dit webinar komt online beschikbaar. Dat doen we ongeveer ergens halverwege de middag. Dan zetten we het webinar online en kunt u het allemaal nog eens rustig nakijken. Ik wil Lize Hoordijk en Erik Schroeven hartelijk danken namens alle organiserende partijen voor hun spreektijd in dit webinar. En u als kijker, dank ik voor het kijken. En ik wens u ongelooflijk veel succes in deze periode van corona, maar ook in de toekomst daarna en de kansen die u gaat pakken in België. Ik wens u een fijne dag en hopelijk tot volgende week woensdag, waarbij wij het gaan hebben over zaken doen in het Verenigd Koninkrijk. En voor nu, tot ziens. Dag hoor.